Goedemorgen beste kijkers, ik weet niet of het een beetje leuk is qua shot of zo, een beetje tegenlicht en zo. Vandaag gaan we naar de MBS, de Museum Buurtspoorweg. Die rijdt op een klein oud lokaal spoorlijntje tussen Haaksberg en Boekelo. Dus we gaan vandaag een museumlijn doen. Nog niet eerder gedaan in de video van mij. In Haaksberg komen verder alleen bussen, dus toer de bussen. En ik moet nog een paar reisgenoten van de trein halen. Nou, het gekhuis is compleet op naar Haaksbergen. Ontwenningsverschijnselen. Ja, Dennis. Ben je werkgever als passagier in de bus? Ik krijg ontwenningsverschijnselen. Normaal zeg ik al niks voor in. Levensgevaarlijk dit. Nou, wij zijn aangekomen in Haaksbergen met het stelletje ongeregeld, laten we dat zo zeggen, op naar de buurtspoorweg. Nou, we zijn binnen. Voor €9,75 was het uit mijn hoofd. Heb je een dagkaartje. Dat is gewoon een ouderwets kartonnen retourkaartje die ze vroeger hadden. Van de 4,50 gulden. Haaksbergen Boekelo. Gereduceerd tarief. Gereduceerd tarief. Oh jee. Nou, hier zijn ze nu de locomotief aan water aan het voorzien. Dat is wel handig, want anders krijg je geen stoom. Nou, we gaan nu kijken hoe we de locomotief gaan aankoppelen. Lok. Oh, dat is het hoofd van Dennis, lok. Kijk, slamdoorstok is dit. Dat kennen we vanuit Engeland. Dat hadden ze vroeger hier ook. Dan doe je het deurtje open, dan ga je 30 trappen op en dan doe je hem achter je dicht. En om weer uit te stappen, dan moet je ook met je hand naar buiten heen eerst het raam open doen en dan zo weer open doen. Lekker ouderwets. En nu wordt het tijd om te gaan genieten. Laurens, ja. Wil je het comfort van deze trein even beoordelen? Nou ja, een beetje ouderwets. Ja, toch wel? Ja. Beenruimte, we zitten derde klas. Het loopt niet helemaal meer met de cultuur van tegenwoordig. Nee, zeker niet. Dat is wel mooi. Ik kan nu naar de ramen kijken. Ja, de ramen kunnen. Zo, lekker ouderwets. Oh, welkom in Boekelo. Hangt daar heel leuk vlak. Ja, doet hem maar. Zo, we zijn hier in de werkplaats in Boekelo. Daar staat een heleboel materieel opgesteld. Kijk even naar deze indeling. What the fuck, dit is een oud Nederlands rijtuig. Net dat het, als de trein hadden, waren allemaal Duitse rijtuigen en Oostenrijkse rijtuigen. Dit is hoe men vroeger derde klas in Nederland reisde. Dat zit. Ja. Je moet er geen uur op zitten. De hele wagon trilt. Je moet er geen uur op zitten. Ja, een beenruimte is ook niet juf. Oh.
Het stationsgebouw van Boekelo, dat is deze oude zoutboortoren. Bijzonder. Zo lekker kun je er altijd tussen plakken. Zo, en nu hebben ze het lokje weer omgelopen. Dennis. Goedemorgen. Een stoomtrein, die start je niet, die breng je tot leven. Heel goed. Ademt toch? Hij ademt, ja. Nou, voor de terug hebben we plaatsgenomen in de tweede klasse van deze trein. Dit zijn stoffen bankjes. Nou ja, stof, leer is dit. Leren bankjes. Vroeger was dit zeg maar de evenknie van de eerste klas. Vroeger had je derde, tweede, eerste. En de eerste zat alleen in belangrijke internationale treinen. Dus een lokaal spoortreintje had je derde en tweede. En dit zit best dikke prima. Vielen de bezoekersaantallen tegen of zo? Oh jee. We gaan even super om de volgende week. Hey! Laurens, dat is niet. Laat mij gewoon lekker rustig lezen, wil je? Dit was station Zoutindustrie. Op zowel de heen- als terugweg stapte hier niemand in of uit. Omdat hier staat hier altijd een evenement, een labyrinth dingetje. Is allemaal dicht. Er stapt nooit meer iemand in of uit hier. Mensen gebruiken het station van Overijssel, Zoutindustrie. Nou, zo'n dag onderweg met stoomtreinen, werkelijk genieten. Ik heb het natuurlijk nooit meegemaakt, stoomtractie en dienst. Moeten we daar praten, want ja, metalen maakt lawaai natuurlijk. Er komen drie dames voorbij, jeetje. En dus ik vind het echt heerlijk om zo'n dagje om dat uit te doen. Ik heb afgelopen zomer heb ik op het eiland Rügen, boven in Duitsland, Noord-Duitsland, heb ik ook een dagje stoomtreinen gedaan met oma. Dus ik heb het niet gefilmd, maar dat is leuk. Wil ik even delen met jullie. Nou, we zijn weer terug in Haaksbergen. Was een leuk ritje. Als ik kijk op de Haaksbergen, de NWS, neem even een kijkje hier in de werkplaats. Hier staat heel wat mooi spul opgesteld. Neem een kijkje. Nou, dat was de NWS Experience. Het is weer tijd om te gaan. Eerst even langs de Jumbo, even wat drinken halen. Jumbo, dit zijn geen croissantjes. Noem het dan ook niet zo. Noem het dan gewoon een kaasbroodje. Nou, we zijn weer terug in het altijd mooie Hengelo. Ik heb mijn autosleutel gepakt, want ik ga weer met de auto naar huis voor het OV. Ik vond dit al heel erg dat ik dit met jullie met het OV moest doen, dit stuk. Oh, bedankt. Oh. Ja, super. Ik kom wel weer OV-video's aan hoor, niet te veel zorgen over maken, maar... Nieuwe auto, ja. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat een hele gore, vieze, vette, dikke blauwe duim achter. Zoals we dat altijd zeggen. Tot de volgende keer. Aju.